In Nederland verzamelden zich op vliegveld Valkenburg zo'n 1500 trouwe Saab-rijders en Saab-bezitters. Volgens de organisatie Outside Saab is het bedrijf weliswaar dood. Het collectief van Saab-eigenaren en de Saab-erfenis zijn nog steeds springlevend. In 42 landen zijn inmiddels 110 Saab-evenementen georganiseerd. Ook is er veel mediabelangstelling. Speciaal voor de gelegenheid kwam voormalig CEO van Saab, Victor Muller, het laatste nieuws brengen aan de trouwe Saab-fans. Hij blijkt drie kandidaten te hebben die Saab in zijn geheel willen voortzetten. Er wordt nog steeds hoop. Absoluut. Wat, hoeveel partijen zijn er eventueel nog gegadigd? Ik weet er sowieso al drie. En er zullen er wel meer zijn. Dus dat is nog steeds hoopvol voor de Saab-rijders? Hoop voor de Saab-rijders en vooral voor de Saab-medewerkers. Doet het u ook wat als u zoveel mensen hier bij elkaar ziet als u op zo'n balkon zat? Dan was ik hier niet. Ja, heeft het... Tuurlijk. Dat is natuurlijk uniek. Maar doet dat de investeerders ook wat? Dat weet ik niet, dat moet dus vragen, dat denk ik. Ik denk het wel. Ik denk dat ze zien dat er een enorm belang is en enorm veel mensen die geïnteresseerd zijn om in de Saab te blijven rijden. Dus alleen maar voordelen. Hoezeer ik ook niet meer de CEO ben van Saab, want u weet allemaal dat dat helaas niet gelukt is om die onderneming drijvende te houden, kom ik wel persoonlijk u bedanken. Want zonder mensen zoals u zou Saab helemaal geen bestaansrecht gehad hebben. Zonder mensen zoals u hadden we in 2010 Saab nooit gekocht. Toen waren er al konvooien rond de wereld. En vandaag en gisteren 42 landen, 110 evenementen. Welk automerk kan daar aan tip? Helemaal niemand. En dat is uniek. Het is alles behalve voorbij met Saab. En ik probeer geen verwachtingen te wekken die niet op iets gebaseerd zijn. Er zijn een aantal zeer serieuze partijen die interesse hebben om Saab over te nemen als, zeg maar, going concern. Dus niet de onderdelen eruit te pakken, maar gewoon het hele bedrijf voor te zetten. En dat is heel bemoedigend. Of dat lukt, is helaas niet meer in mijn vermogen om te regelen. Ik help alleen maar. Ik help de curatoren zoveel als ik kan met het helpen in elkaar zetten van een deal. Maar uiteindelijk moeten zij beslissen. Maar ik denk dat de partijen die aan tafel zijn, zijn zo sterk, hebben zulke diepe zakken, dat je mag hopen dat ze de deal ook daadwerkelijk doen. Dit soort evenementen zijn daar instrumenteel bij. Die helpen een koper om in te zien dat Saab springlevend is en dat het een merk is met een toekomst. Dat we die toekomst niet onder Swedish Automobile en Spijker hebben kunnen realiseren is treurig. Heel treurig. Maar het betekent niet noodzakelijkerwijze het einde voor Saab. En u kunt er volledig van verzekerd zijn dat ik tot mijn laatste snik me zal inzetten om het merk in een veilige haven te leiden. Dus namens het hele team van Trollhättan wens ik u een ongelooflijk fijne dag toe. Wil ik u enorm danken voor het feit dat u op een steenkoude zondag in uw Saab bent gestapt. Die allemaal fantastische verwarming hebben natuurlijk. Als je een tijdje in Zweden hebt gewerkt, weet je hoe goed die verwarming is. En om hier te komen om de hele wereld te laten zien dat Saab allesbehalve er geweest is en een toekomst verdient. Ik dank u wel. Nee. Er staat in ieder geval een business met drie modellen. Ja. Dus ik denk dat er nog steeds een goede kans is dat we... En is dat serieus? Oh ja. Ja, nee, uiteraard. Bloedzeug. Dat zou ik niet zeggen. Nee. Maar ik dacht dat morgen D-Day was. Of is dat uitgesteld? Dus een D-Day. Van welk jaar is die? Hij is van 59. Hoe bent u eraan gekomen? Gekocht. Ja, dat begrijp ik al. Heeft u hem gekocht toen u 18 was of pas? Nee. We hebben een paar jaar geleden hem al gekocht. Waarom heeft u hem gekocht? Ook leuk.